Hallo kijkers van de Online Garage, een aantal video's terug. Toen zagen jullie mijn velgen op mijn Mazda MX-5 photoshoppen. En ja, ik heb een velg gekozen. En jullie zullen wel zien welke dat is. Waarschijnlijk ook al in de thumbnail. Maar ik ga hem nu unboxen. Ja, unboxen ga ik hem. En dan zullen jullie hem ook zien. Ik ben heel enthousiast, dus laten we gaan unboxen. Zo'n grote doos, dat vergt natuurlijk heftig gereedschap. Dus ik heb mijn basisschoolschaar erbij gepakt. En dan ga ik al deze riempjes even doorknippen. En ondertussen wil ik jullie allemaal vragen om te abonneren. Want er kijken nog steeds allemaal mensen naar mijn video's die niet eens zijn geabonneerd. En dat vind ik niet leuk. Huts. Huts. Caution. Do not fit tires yet. Check for shipping damage. Dat zal ik doen. Oh ho ho. Wat een mooie vel. Zo. Vind ik mooi. Misschien kennen jullie deze velg wel, de Anki RPF1. Maar die kostte, als je ze naar Nederland wil sturen, ongeveer zo'n 2000 euro voor een set. En dan overdrijf ik nog niet eens. Maar dit zijn de Ultralight F1.2. Linkje naar hun site zal ik ook even in de beschrijving zetten. Ja, ik vind het een prima velg. En ze zijn een flink stuk goedkoper. Natuurlijk gaat iedereen zeggen, nepvelgen, bla bla bla. Maar daar trek ik me niks van aan, want ik ben student en ik kan geen 2000 euro aan velgen uit gaan geven. Ik denk dat ik vannacht niet kan gaan slapen, want mijn velgen liggen hier. Maar ze zien er allemaal helemaal perfect uit. Ik heb ze allemaal even geïnspecteerd op schade en dat was allemaal helemaal prima. Het is nu avond, dus ik kan ze helaas nu niet installeren. Maar gelukkig is dit een video en ik ga ze nu installeren. Misha is mij gejoind en we gaan eventjes één velg erop zetten zonder band. Om even te checken of alles goed past met bouten en shit. En dan gaan we zo meteen naar het garagebedrijf waar ik dit ga laten doen. Zo, unboxing 2.0. En dan ga ik even kijken of alles lekker past. Ik heb nog geen centreringen, maar die moet ik wel gaan nemen. Nou, dat ziet er Past wel goed uit. sowieso. Ik weet niet of deze misschien niet helemaal raken. Ja, dat is even kut. Kijk, wat ik probeer uit te leggen is deze wielmoer die heeft maar een bepaalde lengte. En deze die steekt best wel ver uit. Dus als ik hem vastdraai, dan komt hij eigenlijk in de knoop te zitten daarmee. Omdat hij raakt eerder het einde dan dat hij vast zit. Maar hij kan ook niet verder nu. Nee. Oké. Snap je? Ja. Snap je het eerst niet? Nee, ik dacht dat je alleen de dop er niet op kon krijgen. Nee. Maar je zit gewoon tegen je ja. Stut aan. Ja. Dus. Dus we moeten weer nieuwe wielmoeren zien te fixen. Het probleem wat we nu net hadden, dat heb ik een soort van opgelost. Een langere wielmoer, maar ik heb maar één stuks. Want die heb ik bij de Bresan gehaald in Delft en die had er maar eentje. Maar nu gaan we er dus meer halen, want ik heb er 16 stuks nodig. Dus die gaan we even ophalen en ik rijd niet eens zelf in mijn 107. Ik heb Misha als chauffeur ingehuurd. Dus dat is wel chill. Hij heeft jurk aan zijn oogbal. Nee, aan de linker. Oké. Tunnel. Zo, ik rijd nu achter Misha aan. Misha die heeft mijn velg in de auto liggen. Ik heb nu die langere erin. En die past wel gewoon. We zijn bij garagebedrijfje en dan zet ik mijn banden erop. Oh, dat past hartstikke goed. Zo, mijn velgen zitten erop. Ik vind het super mooi. Ook nog even een fotoshoot gedaan samen met mijn Peugeot 107. Volg me op Instagram als je dat soort shit vaker wil zien. Maar deze velgen vind ik echt super duper mooi. En de fitment is ook wel echt perfect.
Want kijk, ik ga nu niet als ik inveer de lip raken, maar het is best wel damn close. Maar er past zeg maar een vinger tussen, maar geen hele schoen meer. Dus dat is wel echt nice. Ik ben heel erg tevreden hierover. Zo, even een walk around voor. Volgens mij raak ik ook niks met sturen. Volgens mij zit alles gewoon goed. Maar ik vind het echt super nice. Ultralight F1.2. Dat was het voor deze video. Sorry dat ik van het wielen monteren en banden shit niet zoveel kon filmen. Maar dat vind ik een beetje awkward om bij zo'n garage te gaan filmen. Thanks voor Misha voor het helpen. Thanks voor Ultralight F1.2 voor het maken van deze velgen. En dan zeg ik, doe een like op deze video. Laat een reactie achter met of je het mooi vindt of niet. En dan zeg ik tot de volgende video. Dag!